We doen deze en volgende week een aantal previews van games die volgens ons profit gaan opleveren. En als we het nou over profit hebben, dan is Call of Duty natuurlijk gewoon een ABC'tje. Dat miljoenen, tientallen, honderden miljoenen gaan binnenkomen. Call of Duty Black Ops 6. We hebben de game gezien tijdens de showcase, campaign trailer en daarna nog 25 minuten aan deep dive in het spel. Vooral de campaign, stukje zombie, stukje multiplayer erbij. Hele toffe beelden van het kantoor. Ik ga er altijd heel erg goed op. Het ziet er echt fucking breed uit bij Treyarch. Maar Black Ops. Ik denk dat ik voor iedereen mag spreken als ik zeg dat Treyarch en de Black Ops serie het favoriete onderdeel is van Call of Duty als het gaat om studio's. Ja, al is het wel zo dat Treyarch heel erg nauw samenwerkt met Ravensoft. Ja. Die voor het overgrote deel de campaign op zich nemen. Ja. Onder begeleiding van Treyarch uiteraard. Mm-hmm. Om toch echt wel gewoon de Treyarch feel uit te dragen. Ja. En dat doen ze dit keer in begin jaren 90. Ja. Dit is eigenlijk een soort van direct vervolg op Call of Duty Black Ops Cold War. Ja. En ja, we zien. Dit is dan weer een beetje raar, want we zien hier Bill Clinton natuurlijk, die in 1993 geïnstalleerd werd president. Het zit er een beetje na, zeg maar. Er is iets aan de hand nog. Het is de periode van de Golfoorlog natuurlijk. Ja. 91 zo stappen we in. En Sovjet-Unie is eigenlijk gewoon net compleet ingestort. De Berlin Wall is gevallen. En wij gaan aan de slag met een aantal oude bekenden, maar ook een aantal nieuwe mensen. Mhm. En zoals het een Treyarch game betaamt, is er hier ook weer een hoop espionage in het spel, maar ook een hoop verraad en dubbelspel. En voor het eerst eigenlijk in de serie ga je als het ware rogue tegenover de regering en je opdrachtgevers. Je moet... Je gaat... daar is een bepaalde benaming voor. Je gaat dark, als het ware. Ja. En stelt je eigen team samen met een aantal mensen. Een technician, een assassin. En daarmee ga je proberen je onschuld aan te tonen. Maar bovenal om de mensen die kwaad in de zin hebben, om die een kopje kleiner te maken. Ja. Treyarch heeft duidelijk gemaakt, en dat zeggen ze ook in interviews, maar ook tijdens die deep dive, dat en dat is eigenlijk altijd bij Call of Duty series zo. Ja, er zit een verhaallijn in. Dat zit er hier ook in, maar het verhaallijn is het vehikel voor een x-aantal missies die verschillende soorten gameplay, verschillende soorten omgevingen, verschillende soorten acties moeten brengen. En zij zeggen van, wij willen dat elke missie bij jou ingeprint wordt in je hoofd. Als je dat speelt, je denkt, fuck, dat was wreed. Dat het ook de mogelijkheid biedt om er nog een keer te gaan spelen. Bla-di-bla-di-bla-di-bla. Ik bedoel, dit is wel wat ze altijd zeggen. Maar als we de eerste beelden een beetje zien, je zag een groot casino, je zag iets in een tundra. Ik zag wel heel veel verschillende dingen en ik vond het er wel tof uitzien. Het appelleert altijd aan mij. Ik hou nou eenmaal van gun games. En nog steeds vind ik gewoon qua gunplay dat Call of Duty dat brengt wat andere games mij niet brengen. En ik hoef niet die hele realistische sim, maar gewoon makkelijk op te pikken. Knalactie. En kijk, mijn wensen voor de single player zijn nooit veel meer dan als ik straks 6 tot 8 uur echt een soort Hollywood blockbuster heb gezien waarvan ik denk, fuck, dat was wreed. Is genoeg. Meer hoeft het voor mij niet zijn, want dan ga ik de multiplayer in en dan speel ik alleen dat nog maar. Maar ja, afgaande op de eerste beelden, hè, meneer Wood zit er weer in, maar die zit nu in een rolstoeletje. Na zijn bittere einde van de vorige games. Ja, Menendez die hem een... die hem aardig wat schade heeft berokkend. Exact. En hij stuurt een bepaald team aan. We hebben sneak missies gezien. Natuurlijk, er zitten ook allerlei gadgets weer in die je kunt gaan gebruiken. Ik weet niet. Ik voel het wel. Ja, maar Treyarch en hun espionage take op zaken spreekt mij altijd meer aan dan de wat bombastische Infinity Ward take op de campaigns en zo, weet je wel. Mm-hmm. Ik vind dit gewoon interessanter. Dit heeft een wat volwassener feel. Ja.
Natuurlijk ook over de top her en der, maar... gewoon de backdrop vind ik altijd interessant gekozen. Nu hè, die Gulf War op de achtergrond, maar bovenal ook intrige weer op een hoog niveau. Mm-hmm. Dat is wel iets waar ik toch wel weer in wil duiken. Nou ja, ik wil gewoon die blockbuster shit zien. Ik wil inderdaad je zien dat je van een wolkenkrabber af donderstraalt, dan dwars door een helikopter heen gaat om dan uiteindelijk aan de overkant in een andere binnen te vallen en vervolgens vijf mensen. En dat ga je sowieso ook weer krijgen maar natuurlijk in de campaign. Dat is waar voor mij Call of Duty voor staat. Niemand gaat, denk ik, die game kopen alleen voor de singleplayer. De laatste paar edities vond ik wel oké. Maar als je nou vraagt, oké, die campaign van Modern Warfare 3. Forgettable. Heel forgettable. Ik weet het ook niet meer. Ja. Dat is wat ik hoop. Ik hoop dat er een paar missies in zitten die ik echt nog wel weer ga herinneren. Maar goed. Een heel belangrijk ding is dat ze iets hebben gedaan met de gunactie. En oftewel, jij, als je Call of Duty speelt, je kent het wel. Je kan een aantal dingen doen. Je kan heel hard rennen. Of je kan gewoon lopen. Je kan springen. Vroeger kon je ook nog een beetje bunny hoppen en ook nog wall jumpen. Dat hebben ze er gelukkig uitgehaald. Maar het is een beetje onrealistisch. Wat hebben ze nu eigenlijk gedacht? Waarom kun je niet gewoon als je rent ook links, rechts, voor, achter beweging tijdens het rennen doen en ook tijdens het schieten? Hè? Strafe of dat die glide, die is ook heel belangrijk. Zeker bij de multiplayer, als je het hoekje omgaat, als je glide, je tegenstander denkt nooit dat je op de grond aankomt. Dat is een hele goede manier om een room te clearen als het ware. Nou, daar hebben ze iets nieuws voor gemaakt. De Omni Move heet het eigenlijk. En dat betekent dat je straks eigenlijk alle kanten op kan bewegen. Ook tijdens het rennen. En dat gaat deze shooter wel weer een nieuwe skill. Moet ik nou zeggen? Iets waar je weer voor een totaal nieuwe take op de multiplayer. Je zult weer moeten gaan oefenen. Het is Omni-movement inderdaad. Het zorgt ervoor dat je kan sliden, kan rennen en dergelijke. Crouchen echt in een 360 movement als het ware. Ja. Je kan alle kanten op. Het wordt iets minder restricted dan wat we gewend zijn. Hoe dat gaat uitpakken, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Zeker. Maar de ontwikkeling is er eentje die ik zeker toejuich. Want hoe je het ook went of keert, we zitten al jarenlang hetzelfde te doen. Nee, absoluut. Dus ja, met die Omni-movement ben ik wel heel erg benieuwd hoe anders de benadering gaat zijn van spelers in de multiplayer. Ja, nou met name omdat om heel goed te worden in die multiplayer moet je een aantal onnatuurlijke bewegingen kunnen. We hebben mensen die door in de lucht springen en schieten en dat soort dingen. Ik hoop nu dat het wat natuurlijk aanvoelt. Want zo werkt het bij mij. Ik heb in mijn hoofd, oh fuck, ik moet naar links. En dat kan dan vaak niet. Dat zal nu allemaal weg moeten gaan. En dat is gewoon hartstikke interessant. We moeten wel zien of het gaat werken. Er komt natuurlijk gewoon een beta aan. Een beta die dus zoals altijd toegankelijk is voor de mensen die de pre-order doen. En voor de mensen die Game Pass of Game Pass Ultimate hebben. Dus dat is ook weer een nieuwe toevoeging. Day one, hè? Day one, inderdaad. Lekker om te spelen. 16 maps ook meteen vanaf day one. 16 maps. 12, ik noem het altijd maar even Team Deathmatch maps. Of whatever het is. 6 tegen 6 en 4 strike maps. Hoe noemen we dat ook al? De prestige mode gaat weer. Die is er terug. Die dat is fijn. Helemaal weer terug. Ouderwets. Je hebt 10 straks, 10 prestiges. Als je die naar de volgende prestige gaat, ben je gewoon eigenlijk al je wapens gewoon kwijt. Ga je weer overnieuw beginnen. En na die 10 prestiges kun je nog weer verder. Zij zeggen dat hoe hoger je komt, hoe groter de beloning gaat zijn. Maar je kunt weer old school prestige gaan. Iets wat heel veel fans heel graag wilden hebben. Ze gaan ook een beetje kijken naar de wapens. Van sommige mensen spelen meer strategisch. Andere mensen spelen meer gunblazing. En dan had je nog een andere vorm. Daar gaan ze die perks en die attachments ook een beetje op aanpassen. Zodat je wat beter nog je eigen speelstijl kunt gaan ontwikkelen. Dus er gebeurt een hoop. Zombie mode komt weer terug. Warzone wil ze niks over zeggen. Round-based zombie mode. Dus dat is ook weer een beetje een knieval naar de spelers die oude staf erg goed vonden. En ik zeg eerlijk, ook dit doet mij ook wel goed om te zien. Het is, het is weg van die gekke wallrun shit. Dat is natuurlijk al een tijdje zo. Maar dit is uiteindelijk de gunplay die een Call of Duty speler graag
wil hebben. Ik denk dat het ook wel belangrijk is. Want ik denk dat zij het donders goed doorhebben. Ze hadden het heel even over Warzone. Die mevrouw die zei van, mag ik wat over Warzone zeggen? En ik hoorde op de achtergrond, nee. Mm. Dat gaat komen. Maar ik denk wel dat zij ook inzien van, we raken eigenlijk de base fan van de ouderwetse 6 versus 6 games, die raken we kwijt. En we zien ook dat Warzone wat minder populair wordt. En heeft het een met het ander te maken? Het zou best kunnen hoor, want het zijn bijvoorbeeld de streamers die vaak afhaken. Die nemen de jongeren weer mee. En ik denk dat zij heel slim zijn en snappen van, we moeten toch weer een beetje die game in, aan het begin in origine gewoon weer terugbrengen naar wat het ooit was. Gewoon old school Call of Duty. En vanuit daar doen we dan Warzone ook wel weer. En dan komen die fucking konijnen pakken en dat soort dingen. Dat zal er allemaal wel in komen. Maar het gaat uiteindelijk om het knallen. Om de gunplay die erin zit. Dat ziet er tof uit. 25 oktober. Ja, 25 oktober is de release date. Er komt een beta voor volgens mij eind augustus. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Deze game is gewoon day one. Overal verkrijgbaar. Er zit dus één perkje aan. Als jij Game Pass hebt, dan kost die ja, €15 per maand. Als je hem op de PlayStation wil spelen, dan ben je gewoon 7 of 8 tientjes ervoor kwijt. De keuze is gewoon helemaal aan jou. Ik heb er wel weer zin in. Meer kun je er eigenlijk ook niet zeggen van Call of Duty. Het is nooit van, wow, dit is zo innovatief of nieuw. Ja, maar we gaan zien of de Omni-movement voor echt baanbrekende. Het is niet dat ze voor de gemakkelijkste weg lijken te hebben gekozen. Ze hebben wel de dingen, ze zeggen dat ze dingen gaan doen die heel veel fans tof gaan zijn. Of dat ook zo is, dat gaan we dan straks in de beta zien.